So, het fluitsignaal is gegeven. De 26e 12-jarige aspiranten zijn eraan begonnen. Zij bijten dus de spits af. Mogen dan ook vragen aan de renners die de omloop aan het verkennen zijn om de omloop vrij te houden, zodat alle wedstrijden zonder incidenten en zonder problemen kunnen gebeuren.
die benoemen nu met de tafel einde en zoeken we voorman. Daar zijn de vloeren met drie ronden van einde. En daar hebben we die ronden rood genoeg. Die zat ook nog mee in dat groepje.
Twee ronden nu dus nog op de teller. Na het aanleiden die hier dus passeert aan de aankomst met nog twee. Een Galaxy 4 komen ze hier zijn. Dus een Samsung Galaxy 4 die is gevonden en die kan afgehaald worden bij Steven. Leo Wolfsburg team ook nog voorbij met de handen op het stuur voorover.
gebogen. Zo gaat hij de laatste ronde in. Zo, en er komen dus nog heel wat renners voorbij nu. De laatste ronde voor hun. Dat is nu het geval voor Jarne de Ridder. Ieder rommelaar dus beginnen aan de laatste ronde. En net had hij een voorsprong van 24 seconden. Hier komt nu de achtervolger en de kloof van Ieder rommelaar is opnieuw wat groter geworden. 30 seconden juist is de achterstand in strijd voor de derde podiumplaats. Het zal moeten beslist worden in de laatste ronde voor deze twee renners. Het zijn Seppe Lane en Lopen IJs van het cycling.be Alpha Motorhome team naar voren zien schieten. Hij gaat in dit groepje als eerste de laatste ronde induiken en hij probeert nu opnieuw wat weg te rijden. Dus kijk hier naar de strijd om plek 5. En het is zijn ploegmaat Devon Ballon daarachter. Laatste ronde ook voor deze renners die hier aan de aankomst passeren. We zagen Joppe Overhemme heeft de bel weer klikt. En de laatste ronde. Laatste ronde ook voor de man met het rugnummer 19, Louis Knaps. Krijgen Ruben Bosmans van het Spotlessteun Leopoldsburg team ook nog voorbij met de handen op het stuur. Thank you.
Zo, dames en heren, wij gaan ons opmaken voor de finish, voor de winnaar. Hier komt hij, dames en heren. Hij heeft er één lange solotocht van gemaakt. En mag zich de winnaar noemen van de Achter de Berg Cyclocross. Dames en heren, hier komt hij, kampioen van België, Iben Rommelaar. Cyclocross, dames en heren, hier komt hij, kampioen van België, Iben Rommelaar. Winnaar. Hier komt de man die met de tweede podium heeft ervoor gestreden en gaat dus met plek 2 naar huis. Hij draagt de trui van kampioen van Vlaanderen. Hier komt die, dames en heren, toch wel een applaus voor. De landloop plek 2. Lijkt erop dat het de Jarne Keulemans gaat zijn die nog naar de derde plaats gaat toerijden. Hier komt hij. Hij heeft zijn compaan Seppe Lanen nog kunnen afschudden. Hier komt hij. Het podium op straks. Derde plaats, dames en heren, voor Jarre Keulemans. Toerijden, hier komt hij. Hij heeft zijn compaan Seppe Lanen nog kunnen afschudden. Hier komt hij. Ook hij gaat het podium op straks. Derde plaats, dames en heren, voor Jarre Keulemans. En dan gaan we hier een bijzonder speciale renner ontvangen, dames en heren. In zijn allereerste cross gaat hij meteen naar de vierde plaats toe rijden, dames en heren. Seppe Lanen, een bijzonder knappe prestatie van de jonge man uit Lommel. Vierde plaats in zijn eerste wedstrijd. De vijfde plaats dan, die is voor Milan de Nijs. Hier krijgen we nu Damon Bellon over de meet. De volgende is Aaron Box. Dan krijgen we Robbe Geunens. Hier krijgen we Robbe Geunens van het Wakdiep Hoboken. Hij heeft de zwaarte van de omloop aan de lijve mogen ondervinden. Het is Sam Heulens. Dan zien we Joppe Erpels nog binnencijpelen nu. Mats van Hemelrijk ook. De volgende die hier de aankomst maakt, dat is Jani Duist. En dan krijgen we hier Daan van den Einde. En zo komen ze dus één voor één binnen hier. En hebben dus meteen ook de eerste wedstrijd van de dag erop zitten. De 12-jarige aspiranten moeten dan nog wel enkele binnenkomen. Onder andere Rooney Rutte nu. Louis Knaaps is nu op weg naar de finish. En iets daarachter ook Pascal Wijns van het Jong Cycling Talent Demer en Deilen. Als derde hadden we dan nog Jarne Keulemans. Dus de broers Keulemans straks opnieuw met z'n tweeën dat podium op. Terwijl we hier nog een sprint zien voor een van de derdere ereplaatsen. Die wordt. De volgende man die hier finisht. Natuurlijk zichtbaar. Maar het leek Brent Janssens te zijn. Of was het Jordi? Aankomst nu ook voor het nummer 7, Thibaut Derisson.
die 7 uur hebben te balen. In zijn allereerste cross gaat hij meteen naar de vierde plaats. Milan de Nijs. Hier krijgen we nu Damon Bellen over de meet. De volgende is Arendox. Dan krijgen we Robert Geudens. Die krijgen we nog een van het vakteam Hoboken. Hij heeft de zwaarte van de omhoog aan de lijve mogen ondervinden. Het is Sam Heulens. Dan zien we Joppe Ermels nog binnencijpelen nu. Wat van Hemelrijk ook. De volgende die hier de aankomst maakt, dat is de Jani Doust. En dan krijgen we hier Daan van den Einde. Naar de finish. En iets daarachter ook Pascal Wijns van het Young Cycling Talent Demer en Bijl. Derde hadden we dan nog Jarne Keulemans. Dus de broers Keulemans straks opnieuw met z'n tweeën dat podium op. Terwijl we hier nog een sprint zien voor een van de verdere ereplaatsen. Die wordt gewonnen door... Volgende man die hier finisht. Dat was de soort die dranken liever. Aankomst nu ook voor het nummer 7, Thibaut Derisson. Dames en heren, we gaan eraan beginnen aan de prijsuitreiking bij de aspirantenwedstrijden. Beginnen doen we natuurlijk met de 12-jarigen. En we beginnen op plek 3, dames en heren. En dan vraag ik graag uw aandacht voor Jarne Telemans. Op de tweede plek. Hij draagt ook de naam Keulemans. Hij is trouwens al kampioen van Vlaanderen. We gaan eerst natuurlijk nog de prijzen uitreiken. De prijzen worden trouwens uitgereikt door onze podiummissen Jasmin en Lisa. Maar nu dus naar plek 2, dames en heren. De kampioen van Vlaanderen. Uw applaus voor Niels Keulemans. Ook voor hem is het dus de Starbucks trofee en natuurlijk een product van Bovelo. En dan, dames en heren, de winnaar. Ik zie zijn sponsor Laris al plunderen. Hier komt hij, dames en heren, de kampioen van België, de winnaar bij de 12-jarige Ivan Romare. Natuurlijk ook drie kussen voor Iben Rommelaren. De Starbucks trofee, de Bovelo producten. En dan is er nog een mooi aandrinken. En dan zou ik zeggen nogmaals een applaus voor Jarne Keulemans, voor Niels Keulemans en de winnaar Iben Rommelaren. Drie laureaten bij de 12-jarigen.